Maar sta er dus even bij stil, dat is het doel van deze video. Wat is jouw mandaat als belegger? Sta er even bij stil. Dieter hier van Beleggers University. Welkom bij deze video waarin ik jou zal vertellen wat een heel grote fout is van kleine retail beleggers. Wel, ik had recent een mentoring call met een van mijn studenten, genaamd Christophe. En Christophe die zat een beetje in de knoop met zichzelf. Hij volgt heel veel aandelen, hij volgt heel veel informatiebronnen, maar hij had het gevoel dat zijn portefeuille te groot was. Een portefeuille bestond uit 25 aandelen en sommige aandelenposities waren bijzonder klein. Dus hadden maar een gewicht van 2% of 1% in zijn totale portefeuille. Maar hij had ook schrik langs de andere kant om meer geconcentreerd te werk te gaan. Dus om eigenlijk meer gewicht te geven aan zijn beste ideeën. Dus dat is eigenlijk al een eerste fout eigenlijk. Dat de beste beleggers ter wereld spreiden eigenlijk niet zoveel in aandelen. Ze gaan niet super breed gaan beleggen, maar ze zijn wel meer gefocust zoals een sniper op een paar goede beleggingen die ze heel dicht opvolgen. Je kan dat eigenlijk alleen maar doen als je heel veel convictie hebt. En convictie is een van de belangrijkste dingen die je als belegger kunt hebben. Het is eigenlijk cruciaal gewoon als je op de beurs gaat beleggen. Je moet convictie hebben in je beste beleggingsideeën en daar moet je dan eigenlijk liefst van al een groter gewicht aan besteden, zodat je niet te breed gaat beleggen en dat je niet te veel afgeleid bent met kleine prutsposities. Want zelfs als een aandeel waar je maar 2% gewicht in hebt verdubbeld in waarde, dan heb je maar 2% rendement geboekt voor je totale portefeuille. Dus concentratie en focus en convictie is zeer belangrijk. En nu vraag je je waarschijnlijk af, ja maar Dieter, hoe kan ik convictie krijgen in mijn beleggingen? Wel, dat kan je alleen maar hebben als je goed je huiswerk maakt. Dat wil zeggen als je goed de fundamenten begrijpt, als je weet waarom je het gekocht hebt en als je weet wat een realistisch koersdoel is. Dus dat is eigenlijk cruciaal voor je portefeuille. Maar dus Christophe, ik voelde een beetje dat hij in de war zat nog altijd of in de knoop zat met zichzelf. Op een bepaald moment vraag ik hem eigenlijk van ja maar Christophe, wat is eigenlijk uw mandaat? Waarom zit je op de beurs? Wat is je doelstelling? En dan zei hij van ja, ik wil ongeveer 10% per jaar rendement halen. Dan ben ik al heel tevreden. Ik zeg van oké. En wat is eigenlijk je maximum verlies dat je kunt tolereren in je portefeuille? En dan zegt hij van ja, dat kan ik moeilijk beantwoorden. Als ik weet dat ik goede bedrijven heb, dan mag het van mij min 30% gaan. Maar dan ga ik niet panikeren, wil ik het nog altijd bijhouden. En dat is natuurlijk de typische mooie visie die je zal lezen in de media of in de meeste beleggingsboeken. Dat is van, als je goede bedrijven hebt, dan moet je niet wakker liggen van een beursdaling. Ook al daalt alles 30, 40, 50%, dan moet je gewoon bijhouden en kalm blijven. En oké, dat is goed advies om paniekverkoop te vermijden en om zomaar je aandelen te dumpen tijdens een beurscrash. Maar het is eigenlijk heel slecht voor je mandaat als belegger. Want als jij naar een fondsbeheerder zou gaan en je betaalt die persoon om jouw geld te beheren en je vraagt aan hem, oké, hoe zal jij mijn geld beheren? Wat als die persoon tegen jou zegt, Dieter, ik ga jouw geld beheren voor jou. Mijn doelstelling is 10% per jaar winst. Dat is natuurlijk niet gegarandeerd, maar de verliezen zijn eigenlijk onbeperkt. Dan zou ik natuurlijk zeggen, nee, bedankt, dat vind ik geen goede deal, daar doe ik niet aan mee. Dus ik zei dat ook tegen Christophe, ik zei van ja, oké, dat is mooi in theorie, maar in de praktijk is dat geen goed mandaat voor jezelf, want jij weet eigenlijk niet hoe je je geld wilt beheren. Dus wat is dan bijvoorbeeld een gezondere visie? Dat hebben we dan samen besproken. En dan zei ik van oké, wat als je nu voor jezelf een doelstelling zet van oké, ik wil 10% per jaar rendement boeken, maar mijn maximum drawback of mijn daling tijdens het jaar is min 10%. Dus als mijn portefeuille 10% daalt van zijn top eigenlijk, dat het gestaan heeft doorheen het jaar, dan gaan voor mij toch wel de alarmsignalen af dat er iets mis is. Dan is er iets mis met ofwel de aandelen die je gekozen hebt, die zouden moeten goed presteren. Ofwel is er iets mis met je risicomanagement. Ofwel is er een beurscrash op komst. Ofwel zijn er macro-economische signalen die beginnen afgaan dat de economie verslechtert. Dus plots heb je een heel ander verhaal. Want nu zeg je, oké, mijn doelstelling is 10% per jaar rendement. Maar tegelijkertijd ga ik ook nooit mij erbij neerleggen dat mijn portefeuille meer dan 10% daalt in zijn totaliteit. Want je moet eigenlijk al weten, als je portefeuille gespreid zit over 10 aandelen en een ETF bijvoorbeeld, dan moet de beurs al heel hard dalen voordat je totale portefeuille 10% daalt. En dan heb ik het vooral over als je een groot vermogen belegt, niet als je bijvoorbeeld één aandelenpositie hebt. Ja, één individueel aandeel kan altijd 10% dalen, maar als je een defensief aandeel hebt, een technologieaandeel, een groeiaandeel en een ETF bijvoorbeeld, laat ons zeggen, en je hebt nog een goud-ETF bijvoorbeeld,
en al die verschillende posities zorgen ervoor dat je 10% daalt, dan wil dat zeggen dat ofwel je posities niet goed gekozen zijn, ofwel dat er iets aan de gang is op de markt. En dan is er eigenlijk geen schaamte in om even alles te liquideren en even de focus te gaan resetten en even na te denken van oké, wat is er aan de hand? En op die manier heb je eigenlijk altijd een veiligheid ingebouwd in je portefeuille, dat vanaf dat je andere portefeuille 10% daalt, dat je even uit de markt stapt en even alles herbekijkt. Als je denkt dat er niks aan de hand is en je gelooft nog altijd in je bedrijven, dan kan je ze altijd nog terug aankopen. Dus op zich is er dan niks gebeurd. Maar sta er dus even bij stil, dat is het doel van deze video. Wat is jouw mandaat als belegger? Wat is jouw doelstelling en waarom zit je eigenlijk op de beurs? Sta er even bij stil en denk dan even na hoe je die doelstelling kunt bereiken op een verantwoordelijke manier. Dus ik ben ook iemand die toch wel redelijk defensief te werk gaat. Ik wil ook altijd mijn risico beperken. En bijvoorbeeld als ik een heel groot gewicht geef aan een positie, bijvoorbeeld als ik 1000 aandelen Apple inkoop, dan ga ik ook wel putopties kopen tegelijkertijd bij bijvoorbeeld bij de cijfers die gaan uitkomen om mij toch in te dekken voor plots een negatieve verrassing. Dus je kan eigenlijk je mandaat perfect omschrijven en dan kan je de nodige stappen nemen om dat in werkelijkheid te brengen. Dus dat is eigenlijk de insteek van deze video. Sta er eens bij stil. Wat doe je nu eigenlijk op de beurs? Wat is je doelstelling? En ben je niet gewoon al je tijd aan het verdoen door veel te kleine bedragen te beleggen in veel te kleine posities die dan zorgen voor afleiding van je beste posities en die ook mogelijk je rendement aantasten? En bovendien, wat is jouw maximum risico dat je wil nemen als je op de beurs belegd bent? En hoe ga je jezelf beschermen tegen dat risico? Van zodra je dat gedefinieerd hebt, dan heb je eindelijk een plan van aanpak. En dan kan je rustig te werk gaan op een verantwoordelijke manier. En je geld veel beter beheren. Ziezo, dat was een kleine video die ik met jullie wou delen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Als jullie het interessant vonden, klik dan even op de like button of de subscribe button. En dan weet ik dat we meer van dit soort video's moeten maken voor jullie. Oké? Dan wens ik je heel veel succes toe met je beleggingen. En zoals gewoonlijk zie ik jullie in een volgende Beleggers University video.